So ik heb CJ van der Linde en BS Roo in die front row. Dan is de tweede row, dus net Hugo Kloppers wat daar is. Johan, dat is geen andere slotter, so je moet in die tweede row ook daar wees. Dan Willy Brits is daar, Warren Whiteley, hulle sal in die derde row wees. Die achterlijn, ons het Lionel Cronier, daar is Dion Helberg, Bondizio, hij is die scrumskakel. Maar dit is mijn positie. Ja, ik heb gevraagd van Johan, waar kan ik spelen? En Johan heeft gezegd, met zo'n grote bek, je moet een scrumskakel wees. So ik vraag van Johan, wat er nummer geef jij mee? Je zei nummer 9. En ik zei, nee, ik kan niet nummer 9 gebruiken. En Johan zei, maar dit is die nummer van die scrumskakel. Ik zei, nee, ik is een Indie-rol. Geef voor mij nummer 8, 9 en 90. Je weet, 899. Dus... Ja, we gotta, ons moet een discount geven. Je weet, ik moet een discount vatten. So, nee. So, en dat is goed. You know, so, ik is nummer 899. Is mijn hem gereed? Is mijn trein gereed? Je hebt het nog goed. So, je zal mij zien op die veld. Nummer 899. Dat is een goede prijs. Ik ga naar die leeuws. Wat moet ik voor hulle zeggen? Je weet waar hulle is. Hulle is een slechte thee. En ik zeg voor die heren. Wat moet ik zeggen? De Heer geeft voor mij hier die drie woorden. Van ons grootste verwerping. Hij geeft voor ons grootste richting. En dan ons is voorbereid voor die opstanding. In Engels, rejection, direction, resurrection. En hier die ochtend is Johan Akkerman hier, die afrukter van die leeuws. Johan is hier gereed. En Johan is hier ook net om te getuig. En voor jullie te zeggen wat een goede ou ik is. Johan, die geld is in je bankrekening. Ja. Is het 899? Ja, 899. Morgen allemaal. Ik denk dat we kan zien wat Mark Pretoria noem. Hij praat al Afrikaans vlot. Zo'n so paar maanden terug moest ik alles vertaal. Ik denk wat Maya nou gesê het is precies wat ik denk. Ik wil net een kort boodschap geven vanochtend. En dit is dat het was een grote teleurstelling laatst jaar. Toen ons toe die besluit gemaakt is dat ons uit super rapid is. En ik denk dat is waar die leven gaan. En precies wat hij probeert te vertellen in zijn getuigenis, dat daar gaan teleurstellings wees waar een naaste of een familielid of een persoon na aan jou gaan seermaak. Daar gaan woede wees. En ek geloof, dit is al die emoties wat ons bij die leeuws beleef het, toe die uitslag gemaakt is, die manier waarop het gemaakt is enzovoorts. Was die woede daar, die teleurstelling, die seer. Maar ik denk die boodschap wat Mayan vroeg in die jaar kom gee het, want ik het wel gesê, my hart is dat ons, meer is as net as enie wat rappie speel, my hart is dat die spelers, en dat ons als bestuur, wil leven vir die Here, en laat ons, en ek denk die boodschap wat hy heel tyd gegee het, is dat ons die teleurstelling vat, en dat ons met die weet, saam met die Here, sal daar opstanding kom, en sal ons weer opstaan, en dit is waarop ons hele 6 maanden se opbou naar die uitspelen gebouw het. Mayan het ingekom met die onderwerp of met die beskrywing van You Can. Verlede jaar december het hy ingekom. En dit was een van ons groot motiverings, is dat You Can. Dit maak nie saak wat jou situasie is nie, dit maak nie saak wat se besluite teen jou gaan nie, maar You Can. En you can deur Christus alleen. So, dit was vir ons wonderlik om Mayan daar te hê en elke naweek of elke week, as hy kom, is hy regtig vir ons inspirasie van hoe hy hierdie woord van God vat en dit in ons rugby omgewing regtig net van toepassing maak en 'n motivering maak van al die gelykenisse in die Bybel, soos vooral die een wat hy nou genoem het van Josef, wat 'n baie goeie voorbeeld is. Ons is in 'n situasie geplaas gewees waar ons oor geen sê gehad het nie. Al sê wat ons gehad het is, hoe reageer jy op hierdie situasie? My kinders was baie opgewonde om jou te ontmoet. Het hulle jou ontmoet? Het is so vinnig bygehard. Hulle het vir my gevra, Daddy, is die leeuwman daar ook? Ek het gister so, toe my van ons vraag om ietsie te deel, dat ek nie regtig weet wat om te sê nie. En vanoggend toe ek nou daar op bo sit, net vir my so gevoel, die Here sit 'n woord van encouragement. Male by birth, a man by choice. Fotograaf momente, kom Dion. Ja, goed. Dank u.